Ik vind, je bent geen echte muziekliefhebber als je niet op het einde van het jaar een lijstje maakt van de beste ding dat jij dit jaar gekocht hebt of gehoord hebt. En ik doe dat ook. En ik ga beginnen met J.J. Cale. De mens is al een paar jaar dood, maar hij maakt nog platen. Het is daarvan, hij is bij de beste ter wereld. Ik kan anders kun je dat niet. Hij is een verzamelaar met allemaal outtakes die nooit verschenen zijn. Heel mooi uitgegeven. Emotioneel. Als ik s'nachts naar huis rijd, ik heb J.J. Cale nodig om thuis te geraken. Snap je? Een beetje vaderfiguur voor mij. Nick Waterhouse, dat is een jongere gast. Dat is een beetje jaren 50, bebop, rockabilly ook, rock and roll. Hele toffe plaat van een gastje. Zit er een beetje uit boekhouder, maar dat is wel toffe muziek. De Stray Cats bestaan 40 jaar. Ik ben in Amsterdam gaan kijken naar een concert van hen in juli. En die rocken nog altijd, eigenlijk 40 jaar geleden. Dus staat bij mij in de top 10. De Black Keys, een beetje klassieker, hè. Dan Auerbach, ja, ik hou daarvan. Staat ieder jaar in mijn lijst, maar goed. Ja, Kim Gordon van Sonic Youth, No Home Record. Ik had er al een keer over gehad, dus moest in mijn lijst staan. Idem dito, Wilco. Laatste plaat van Wilco. Wilco is altijd goed. Moet in elke lijst, ook in jouw lijst trouwens. Brigham, ik vind de beste Nederlandstalige plaat dat wel een jaar gehoord hebben, dus het is poëzie. Ik vind het mooi. En nu, we zitten al aan de top 3. Op 3, Sleaford Mods, Eaton Alive. Ik had dat gehoord, ik kreeg dat noten naar huis, ik was naar Radio 1 aan het luisteren en ze draaien daar een fantastisch nummer. Kebab Spider heet dat. En ik was direct verkocht, het is zo'n beetje plat Engelse punk in feite, maar op beats, het is modern, het is... Ja, ik vind het nieuw. Het is althans al een vierde of een vijfde plaat. Weet je, niet dat ik daar nu opeens de grote ontdekker van ben. Nee, dat ook niet. Maar ik vind dat supergoed. Dan Underworld, maar met Iggy Pop. Hele toffe plaat. Dance beats en toch die parlando stem van Iggy Pop daarop. Ook nog maar een jaar oud, maar schitterend. En op nummer 1, Richard Holley. Further. Kan hele donkere muziek zijn, dat je er een beetje depressief van komt, maar die plaat... Er zit ook een beetje stevige gitaar in en al. Voor mij de beste plaat van 2019. Hey. Vandaag gaan we een beetje aandacht hebben voor onze kindjes. Hè. We gaan een keer een goed badje geven. En wat is het belangrijkste bij je badje? Dat water mag niet te warm hebben of te koud. Dan steek je dat in de elleboog in. En dan voel je direct van, ja, dat is een beetje te warm. Dus voeg je daar een klein beetje... koud water bij. Voilà. En dan is het belangrijk dat we met pH-neutrale producten werken, liefst bio. Die doe je erin. Gebruik alsjeblieft geen scrub. Hè. Want als je scrub gebruikt, dan maak je krassen in die kindjes. Hè. Dus we gaan een klein beetje erbij doen. Voilà. Even roeren. Een zacht washandje ook. Heel groot belang. En dan kunnen we eraan beginnen. Hè. Kom. Ah, maar bij jou, maar je moet niet bang zijn. Maar nee, hé, kijk hier. Ah, je man, u heeft gezorgd dat dat wat. Kijk, voel je? Ah, lekker, hè. En, dan ga ik nu een speciaal product erop doen. Dat is ook pH-neutraal, maar het is ietsje meer toegespitst op glans. Hè. En de bedoeling is dat je daar eerst zachtjes met een beetje water erbij mooi invreeft. Voilà. En je doet dat ook aan de achterkant. Dus, hup, weer. En goed invreven, dat je echt al de groefjes mee hebt. Hè. Voilà. En dan kun je dat nog een keer met je zacht washandje overgaan. Hup. Ook de achterzijde. Voorzichtig, niet te geweldig. Hè. En doe maar nog een keer in en uit dat water. Dat hebben ze graag. In en uit dat water. Ja, hé. Dat heb je graag. Hé. Ja, hé. Voilà. En, goh ja. Kijk, dan moet je misschien even kun je zo doen. Dan, en als het er niet allemaal afgaat, dan neem je een gewone zachte handdoek. Dat moet niet meer zijn. Hè. En dan kun je netjes voor- en achterkant afdrogen. Kijk, een beetje zoals je een bord zou afwassen. Kijk hier, hè. En we kunnen weer draaien. Hè. Draaien, draaien, draaien. Ja, ja, daarvoor zijn we gemaakt. Hè. Allee, de volgende.